je gauw naar dit verhaal. Jitbaaien. Tomke, Romke en Janajoe binnen in het tuintje van Cornelia. Daar staan jitbaaiplanten in. En om die planten zitten lekkere jitbaaien. Je kunnen mij mooi helpen. Zul je hem die rede jitbaaien? Die mag je hem te voorzichtig oorhellen. Toch ze maar in dit kaaltje. Alleen het rede jitbaaien? Alleen het de rede. De griene binnen nog net riep, die smaakt je het lekker. Oké. Tomke, Romke en Cornelia gingen aan het werk. Ze doggen ze in het skaaltje. Na een skofke binnen de meeste rede jitbaaien plukt. Ben je hem al haast klaar? Oh ja, ik zeg het. Geweldig dier, ja. Maar ze jitbaaien ik was keer, Cornelia. En die kriene dingetjes, die mat eruit. Dat was dus met mij altijd. Komt wel, hoor. Was je jim nog maar gouden hand, dan keer we aan tafel. Joet, mag je ze boeten eten? Want het is mooi waar. Cornelia had de tafel al klaarmaken. Ze zet het skaaltje met jitbaaien op het tafeldel. En voor elk een aaike. Tjoch. Oh, lekker. We krijgen ik een aai. Die eet ik eerst op. En dan de jitbaaien. Op een ballen. Oh, dat toch ik. Eerst maakt wel de topper aan. Ja. Cornelia neemt ik een aai. Dan pakt ze een liets potje met gatjes erin. En struit wat oer het aai. Wat was toen op het aai, Cornelia? Dat is een liets beetje zaadronken. Ik vind dan dat het aai lekkerder smaakt. Ja, dat wil ik. Ik. Goed. Cornelia struit een heel iets beetje zout op het aai van Janajoe en Tomke. Voorzichtig nemen ze een hapje. Romke krijgt ek wat. Dat smaakt lekker. Ze haalt het samar op. We willen je nou een stukje ballen met jitbaaien die hij hem zelfs uit de tuin hellen. Ja, die hebben we zelfs uit de tuin hellen. Jitbaaien, die ben echt heel lekker. Tomke ziekert een peer jitbaaien uit het skaaltje en snijdt ze in stikjes. Romke vindt jitbaaien echt wel lekker. Ja! Tomke, was toch even met mij naar de keuken? Ik had een molken vergeten. Ik pak de molken en een glas van mijzelf en toen neemst een beker mij van jij en Janajoe. Ja, dat is goed. En net om in je baan komen, je Romke? Nee, hè? Dat doe ik net. Echt net. Cornelia en Tomke verdwijnen naar de keuken. Zo. Janajoe is drok dwaande, maar hij je baan. Ik maak je Tomke zien je baan nog lekkerder. Hij kriept het potje met zout en struit het oer de jitbaaien van Tomke. Janajoe had neert in de gaten. Zo, hier is de molken. Wat heb ik zin in mijn jitbaaien. Ja, toen was de lekkerste jitbaaien van de hele wereld, Tomke. Oh. Tomke neemt een hap. En dan spuit er de jitbaaien in een servetje. Jakkers! Ach, pat, dit is vies! Die jitbaaien, die smaakt je... Die smaakt je... Zout! Hé? Hoe kan dat nou? Mijn jitbaaien smaakt je... Nou, heerlijk! Proef maar! Ik denk dat ik wel weet wat er mij die jitbaaien aan hand is, Tomke. Hé? Romke? Wist je soms meer van? Ik moet Tomke verrassen. Dat ai wie heel lekker met het witte spul. En doe... Hast u exot op zijn jitbaaien struit? Maar dat is net lekker, Romke. Nou. Op jitbaaien kist suikerdwam. Dat hoeft net, maar het kan. Maak je een soort...
Gelukkig ben er meer hier bijen. Ja. Tomke krijgt een nij stikje balen. En het potje met zout? Ja. Dat verdwijnt als een gauw naar de keuken. Ja. Jakkes. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gingen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitsturings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tonke.nl voor meer informatie. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.